Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer Star Tales spelen en vandaag is weer een nieuwe update. Met een nieuwe missie. De vorige update vond ik niet zo bijzonder, dus die heb ik even niet gefilmd. Anders wordt het een hele saaie video. Dus we gaan die missie doen. En we gaan nog even kijken bij de nieuwe paarden. Denk, als ik dat niet vergeet. Oké, hier staat een knopje. Herbergs Wolfs. Huus ontvangen in de eerste buitenlandse gasten. Maar niet alles verloopt vlekkeloos. Oké. Even kijken waar ik zijn. Anna Wolf Hall in. Nou. Dus je moet starrijder zijn en je moet die brug. Als het goed is, ja, die brug moet je ook af hebben. En je moet natuurlijk stoer zijn, want anders kan je alsnog niet over de brug heen. Dus je moet sowieso stoer zijn. En je moet natuurlijk als tweede, moet je ook nog eventjes die missie maken. Alleen dat heb ik al heel lang geleden gedaan. Toen ik level 3 of zo was, ging ik die missie al doen. Dat was wel heel veel werk. Ik ben wel veel bezig. Maar toen maakte ik nog eens een video's over Star Stable. Dus deze brug. En ik zit even op mijn Mawari paard. Waar ik niet zo vaak op zit. En dat is een paard waar ik ooit spijt van had dat ik hem had gekocht. Maar waar ik nu heel blij mee ben. Want ik vind hem echt heel leuk. Hij kan ook de buiging kijken. Oké, gelukkig valt het een beetje mee hoe druk het is. Want ja. Want meestal wordt het heel druk. Alleen ik neem dit op in de avond. Dus dan hebben we heel veel hem al gedaan. Ik kan hem al in. Oké, dit is het. Hallo Cheyenne. Zal ik het deze keer lezen? Ik ga deze keer gewoon lezen. Even kijken. Er logeren op dit moment wat buitenlandse gasten in de herbergs het Wolfhuis. Ik zou graag zeggen dat alles soepeltjes verloopt, maar kennelijk zit hun iets dwars en ze weigeren om het te vertellen. Zou jij met ze willen praten? Als herbergier wil ik hun verblijf zo aangenaam mogelijk maken, maar ze vertellen me niet wat er aan de hand is. Misschien wel uit beleefdheid. Yes! Mensen XP, eindelijk. Er was zo lang geen mensen XP. Alleen de oude missies, want ze wouden dat de beginners zo hoger level konden zijn. Dat er geen hoge levels komen, want sommige zijn al heel hoog level. Dus net als in het 421 of zo. De herbergier van het Wolfshuis is bang dat de gasten iets doorzitten en het daardoor niet naar hun zin hebben. Waarom hebben ze het daar niet door hun zin? Wat is er dwars met die mensen? Wat een rare oren heeft, heeft zij. Een gespannen moeder. Heet gespannen moeder. Yes, eindelijk weer XP. Mijn balk moet naar de overkant kunnen komen. En ik heb trouwens mijn webcamera even bij de andere kant staan. Want dat vond ik fijner. Het gezin dat hier verblijft zit al een tijdje te knibbelen. Ik heb alleen wat stukken opgevangen, maar het lijkt alsof ze niet weten wat ze met hun vrije tijd aan moeten. Misschien waarderen ze de mening van een buitenstaander. Alleen maar 5 XP. Laat Anna je meer vertellen over het reizende gezin.
De mopperende plank. Plantkundige. Ik hoop ook dat we op het einde een cadeautje krijgen, want ik weet helemaal niks ervan af. Ik weet ook niet of ik een cadeautje krijg of zo. Kijk, ik heb dit dingetje. Daar ben ik even spelen. Dit. Een van onze gasten is een plantkundige die het gebied verkent als deel van haar onderzoek. Ze zoekt ook een locatie voor de conferentiedienst. Het is enthousiast, want dit zou in de toekomst nog meer gasten kunnen trekken. Ik heb haar horen in zichzelf horen mompelen en moppelen. Met name het restaurant. Ik ben bang dat er iets is met de gerechten die we serveren. Zou je haar willen vragen wat er scheelt? Als ik het haar vraag, zegt ze dat alles in orde is. Maar ik denk dat ze uit beleefdheid niet alles zegt. Laat Anne je meer vertellen over de reizende plantkunde. Is dat je zoog? Huh? Wat is dat nou voor jasje? Even kijken, straks Money. In de winkel. Hallo lieverd, hoe kan ik je helpen? Nee, maar dat... Het spijt me lieverd, kletsen we te hard? Kom jij hier vandaan? Misschien kun je ons helpen. Ja, misschien kan dan. Maar ook niet. Bram met het gezin dat in Hergbest het wolfhuis verblijft om meer te weten te komen over hun problemen. Praat daar met Edfield. Ken dat niet. We hebben rondgereden op Jorvik en stallen bezocht om te kijken naar welke stal we onze dochters volgende zomer gaan sturen. We hadden een paar extra dagen voor onverwachte gebeurtenissen ingepland. Dus nu hebben we een paar dagen niets om te doen. Gast, dat is je eigen schuld. Dat is letterlijk zijn eigen schuld. Weet jij soms wel leuk... ontspannende activiteiten liever zonder te rijden. Want dat hebben we de laatste dagen al veel gedaan. Ja zeg, we zijn op Jorvik. Daar moet je gewoon paard rijden. Ja zeg. Je moeder is moe van al de ritten naar de stallen. Heb daar begrip voor. We moeten proberen een andere activiteit te vinden. Maar pap. Oh jee, allemaal weer opgewonden startjes. Ik ga proberen het brandje te plussen, maar laat het ons weten als je iets weet wat we in de buurt kunnen doen. Ik ga je dat moord eten. Moet je zelf maar op letten. Voordat je weggaat, die man daar verderop wil met je praten, geloof ik. Nou... ze weten niet wat ze moeten doen en daar zijn ze boos om. Nou, ik weet ook niet wat je kan doen. Moet ik nog wat bijzonders gaan doen? Want is niet echt zo bijzonder. Ik zie eruit alsof mij iets dwars zit. En jij vraagt je af of dat iets met de herberg te maken heeft. Nou, een beetje wel. Wil je het hele verhaal horen? Nee! Ben ik enthousiast over dit. Praat met de plantkundige en ontdek haar zorgen over de plaatselijke flora. Flora? Wat een flora? Mens of een ding? Boeien. Help haar om exemplaren te verzamelen in Greendale. Eindelijk 10. Ook weinig maken. Wat moet ik doen? Is het niet wat overdreven om anderen met de GED te vergelijken? Is er iets wat we kunnen doen om te helpen? Oh sorry, de GST is de kwade pier. Dat staat buiten kijf. Maar er zijn er ook dingen die wij als leek kunnen doen. Niemand kan in zijn eentje alle wereldproblemen oplossen. Maar de wereld heeft al het goede nodig dat er is. Oké, ja, dat klopt wel. Op het menu van Herberg het Wolfshuis, dat een plant wilde Jorvigaanse tijm, daar gaat in het wild niet goed mee. Maar als je weet hoe ik hem relatief maken kweken. De zaden van de planten zouden nu ongeveer moeten beginnen te rijpen. Ik wilde er een paar verzamelen die ik dan aan de herberg geef en ze...
daarbij vertel hoe ze duurzamer kunnen werken. Wacht even, mijn computer is leeg. Zo, ik ben er weer. Mijn computer werd opeens heel donker. Maar we kunnen weer verder. Geen idee of ik dat trouwens had gelezen. Nou, ik heb geen zin meer om te lezen. Waarom zitten die dingen opeens daar? Heb ik twee missies door elkaar heen gedaan of zo? Okay. Onze klanten willen iets in de buurt doen. Nou, leuk. Dat wist ik al. En ik samen met Ed naar de bla 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 bla. Oh, die heeft een slaapmuts. Gaan we naar Epona toe. Ik wil naar Epona toe. We zitten al in Epona, nou. Halve missie is gewoon in Epona. Nou, je moet naar Epona kunnen om deze missie te doen. Oké. Okay. Of is het geen... maar we moeten toch door zo'n poort hier ergens? Nou, geen idee waar de poort is. Het was niet eens Epona. Zit ik hier nou weer dom te doen? Heb ik nou twee missies aangeklikt of zo? Ik snap het niet meer. Nou, daar gaan we heen. Ik vind het heel apart. Heb ik nou twee missies aangeklikt? Had ik het nou letterlijk niet door? Oké, ja, maar oké. Ik dacht dat ik geen twee missies aan had geklikt. Daar heb ik wel groen uitgeklikt, maar daar ook een grijsje. Ik ga wel deze dingen hierheen. Geen idee wat ik moet doen. Heb ik opeens twee missies aangeklikt? Dat heb ik helemaal niet gedaan. Oh ja, hier is hij. Oh, dat is van dat gras. Hier is hij. Hier. Hier is er eentje. Ja. Boeien dat hij geen zaden heeft. Ik accepteer dat niet. Ik accepteer het niet. Eén van de vijf. Moet ik ze nou al... Nee, huh? Maar het zijn er niet eens vijf. Oh, ik moet er maar vijf pakken. Ik hoef niet eens al die bloemen te pakken, nou. Oké. Okay. Makkelijk pakken we alleen maar koeien. Want net accepteerde hij niet. En ja. En ik had ook een Roblox video gemaakt. Alleen het geluid heet niet. Dus die kwam al niet online. Daarom waren we heel lang... Game feeders, want ik dacht dan doe ik dat in plaats van een Starsteel video. Alleen het ging fout, dus ik kom niet online. Of je hoort me niet praten en dat is niet zo leuk. Dan praten ze dan wel weer even zo'n ding dat je dan wel weer wilt. Hier is dat uit te kijken. Oké, gaan we verder met de bloemetjes zoeken.
kijken, waar is het bloemetje? Bloemetje, bloemetjes. Waarom staat die dingen opeens niet, Heb je de missie nou afgerond of niet? Ik weet het niet meer. Oh, ik heb hem al afgerond, had ik niet eens door. Ik zat zoveel naar die vrouw die daar stond te kijken. Dat het niet door had. Dat ik het gewoon niet door had. Maar ik heb dus twee missies aangeklikt blijkbaar. Nou ja, kan iedereen gebeuren. Weet jij dat ook, dat je opeens zo'n missie aan had geklikt? Laat het weten in de reacties. Want eigenlijk... ja, hoef je ook niet echt iets te zeggen in de reacties. Alleen, het kan wel en het is wel leuk. Maar niemand zegt toch wat dus. Maar het lijkt me wel leuk als iemand wat zou zeggen in de reacties. Die reacties, als ze niet aanstaan, dat komt omdat YouTube ze uitzet. Ik doe dat niet. Dat doet YouTube zelf. Dus weet dat je dat weet. Want sommigen willen wel graag in de reactie iets zeggen. Alleen dan staan de reacties uit. En dat is niet leuk. Ik kijk even of je de zaden van de juiste plant hebt verzameld. Puntje, puntje. Ja, dit zijn de juiste zaden. Nou, ik word hier ook een beetje rijker. Steeds. Tja, nu zou ik deze met de eigenaar stingen. Ontdek of Ed naar de plantkundige wil luisteren. Waar is mijn andere overbloemige missie? Kom nu? Nee. Kom nu? Kom nu? Ed wil naar je luisteren, maar vraag daar iets voor. Nog op dit moment wordt een parcours aangelegd, maar hij wil dat je opzet en van uitprobeert voor bezoekende bla 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 bla. Ik heb geen zin om alles te lezen. Oh, daar ligt het. Letterlijk voor mijn neus. Ik ben gewoon blind. Wat? Ik loop er letterlijk langs. Het staat voor mijn neus. Maar ik heb hem toch. Moet ik daarheen? Jump horse. Oh, Molly. Ik zag jou ook opeens hier staan, maar ik wist niet dat ik met jou moest praten. Oh, hier krijg ik iets mee voor. Probeer het parcours van... Heb ik een parcours opgezet? Ik heb helemaal niks opgezet. Ik heb niet eens iets opgezet, maar ja. Heel raar. Ik heb alleen die balk daar neergelegd, maar verder niks. Dit heb ik helemaal niet neergezet. Nou ja, er zit wel een goede afsluiting tussen bij. Dus wel prima. Als je springt, dan ga je slow. Maar behalve als je naar beneden gaat, dan moet je wel springen. Hier zitten. Die accepteer ik dan wel. Thank you.
ineens door dat het einde was. Ging opeens zo bam. Zo. Ik vind het niet echt een bepaalde bijzondere missie of zo. Ik had het wel spectaculairder verwacht. Je hebt gedaan je het als je verder bla 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 bla. Hoe vinden jullie trouwens mijn nieuwe jasje? En dit. Hij is nieuw. En ik vind hem heel leuk. Die zet er ook zo sneaky achter die boom tevoorschijn komt. Nee! Ben ik hier zo? Oh ja, yes. Ik ben ook een keer achter dat huis. Terecht het boven. Poeh, kom niet meer achter. Dat ben ik daar. Ik moet in de buurt blijven. Omdat ze zo zenuwachtig was voor het gesprek met Ed. Oh, dat zeg ik. Ze kijken allebei nogal stuurs. Ik ga vragen wat er aan de hand is. Ik vind het leuk om zelf te praten. Want mijn poppetje praat nooit. Alleen die Starstone missie dingen. Oh, wat leuk, Janne. Zie ik er verslagen uit? Ik lees alleen wat ik zelf zeg. Ja, maar dat zeg ik ook zelf. Dus. Moet het wel. Sorry, is het niet zo comfortabel om een oude stoel? Zo. Zo goed. Pst, kunnen we even praten voordat je gaat? Volgens mij was het fluisterend dus. Nu? Kom nu? Nu? Mama. Het kan misschien wel een wat langere video worden, want de missie is best lang, blijkbaar. Dus. En ik wil ook nog liefst die andere paarden laten zien. Want er waren nieuwe paarden uitgekomen. Misschien kan ik het... Ja, deze paarden... Ayla en Umbra zijn er weer. Oh, die... Ayla en Umbra heb ik wel echt iets van 5 keer gezien of zo. Echt, gewoon niet normaal. Vaak komen die beesten in het spel. En ik ga die paarden niet kopen. Ik vind ze wel mooi. Alleen, ja... Ik koop niet zo snel een magisch paard. Want die magische paarden, die vachten zijn zo lelijk. Behalve die... Umbraan Island, mooi. En die kampelzeepaarden. Want zo'n beest hebben natuurlijk. En dit herst, een analyseerpaard van de kerstwereld. Die heb ik ook. Die vind ik mooi. Umbraan Island zijn Andaas. Dat is van de kerst, dat zijn ook Andaas. Er zijn Noordspaarden. Dus je weet wel, Noord heet. Waar moet ik nou heen? Beestje.
even. Wat moet ik doen? Ik had twee missies, deze voor die andere missie toch? Het is zo vaag allemaal. Hier. Dit is er dat ding, kijk. Weet je of dat je hoort? Hier heb je dan. Hier heb je zo'n ding die je zo kan doen. Dan heb je van die knopjes waar je op kan klikken. En dan heb je zo'n klik ding. En nog veel meer. Ook zo'n ronddraai ding. Kijk dit. Maar het is gewoon zo'n hele leuke kubus met allemaal dingetjes erop. Die kan doen. Nu ga ik de verkeerde kant op. Het was naar je oude vrouwtje. Weet ik niet. Ga gewoon naar die vrouw toe en dan zien we wel dat we daar moeten wezen. Ja, ik moet hier wel wezen, dat is goed. Hey, daar is de corona. Hey, 20 XP. Mama. Wat moet ik doen? Nee, moet ik gewoon. Moet ik nou allemaal van die foto's maken? Nee, dat is zoveel werk. Hier zat ik niet zo vaak aan zo'n missie of iets bijzonders. Dat is wel lang geleden. Toen dat hier een missie uitkomt. En dan misschien een keer een race. Maar die race is nu best uit al. Alleen dat was toen wel zo'n update. Hey, daar is een ezel die moet je dan wel eerst daarheen brengen. Dat is zo stom. Dan breng je die ezels ook niet echt. Dat is een saaie missie. Ik weet niet of dat jullie dit leuk video vinden. Of wel. Ik heb geen idee, maar... Oh, ik hoop dat die missie snel voorbij is. Want die missie is zo saai.
Echt, ik val hier gewoon bijna in slaap. Het is buiten ook super warm. 30 graden geworden ook. Oh, daar is die sleutel ook voor. Hier is het. Ik kan nooit die bomen het vinden. Ik moet die sleutel in proppen. Alleen die zit dan weer in mijn kast. Dus die heb ik niet. Even kijken. Waar is er een? Oh ja, ik kan natuurlijk ook op de kaart kijken. Nou, dan ga ik daarheen. Daar is er één dan. En daar zat er net één. Zat er dus ook één. Daar zit. Ik weet niet of je ook ziet, maar hier zit. Oké, sorry dat ik even super stil was, maar ik was even heel geconcentreerd bezig. Kijk, hier zit een. Ik denk net alsof ik het hier mee doe. Ik hoop dat die missie bijna voorbij is, want die missie duurt best lang. Dus ik ga even niet alles lezen, anders duurt het. Nou, ik weet niet wat ik ga doen. Ik klik nu wel rem dus aan hoor. Ik heb geen zin in deze missie meer. Ik wil klaar. Ik wil een cadeautje krijgen ook, want ik doe zoveel moeite en nu wil ik niet voor niks doen. Wat krijgen. Anders word ik boos. Nou, ik word niet per se boos dan, maar ik wil een cadeautje krijgen. Maar volgens mij krijg je wel een cadeautje. En die nieuwe missies krijgen altijd een cadeautje. Dat vind ik wel leuk. Helaas wel één. Hopelijk wel het om aan te kleden. Niet alleen voor je paard. Je paarden worden echt verwend met al die dekjes en zadels en alles. Echt, mijn koppetje krijgt helemaal niks. Nou, ik alleen even verwend met zo'n jasje. Of gewoon wat voor je paard en poppetje. Dat vind ik wel leuk. Een jasje of zo en dan een dekje voor je poppetje. Die ook nog bij elkaar passen. Ik krijg een worst. Wat moet ik daar nou weer mee? Ik hoef helemaal geen worst. Maar de missie is wel voorbij. Dus ik doe deze, want ik heb geen plek meer. Mama. Oké, wat ga ik doen? Oh, nog een race. Misschien is dit het einde. Oké, we pakken het controllertje er weer bij. En dan gaan we erheen. Zo.
Oh. Ik laat mijn ding vallen. Nee. Nou, deze is zo irritant. Klik, 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 klik. Ik doe dit tussendoor. Dat is lekker. Die race is zo vervelend. Tenminste, mijn paard is zo vervelend. Mensen vinden het, die andere spelers vinden het ook niet echt een leuke missie, denk ik. Nou, volgens mij alleen deze race nog en hopelijk is de missie dan voorbij. Hier, zo moet het eindigen bij deze vrouw. Nemo. 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 Ik moet alles in een race doen. Nou, dan krijgt mijn paard ook even wat ik speel. Gelukkig heb ik geen level 15 paard gepakt. Want... Oh, ik moet verder racen. Dat is het. Deze race hebben we net ook al gedaan. Ik wil dat deze missie even afrondt, want die missie duurt zo lang. En het is zo saai. En ik krijg zeker alleen deze worst. Nou. Het is heel veel moeite. En dan krijg ik alleen een worst. Ik hoef geen worst. Super vies. Heel vies ook. Een droge worst of zo. Hopelijk is het geen paardenworst. Want anders is het echt sneu. Een paardenworst is zielig voor paardjes. Dus ik eet geen paardenworst, dat is niet leuk. Maar anders zou ik ook niet echt van paarden houden met ze. De missie is nog steeds niet afgerond. Lieg. Zeg dat alles prima is gegaan. Ja, ik ga lekker liegen. Mama. Mama. Is hier het einde? Anna, geef jij mij het einde, want echt, dit is zo verschrikkelijke hel. Mam. Een dekje. Yes. Dat betekent dat het een einde is. Even een leuk topje erbij vinden. Een verraagse prijs, zeker. Ik weet niet wat ik kan doen. Nou ja, we zien wel. Vond je een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!